Ik krijg altijd een beetje zin in chocola als ik deze gebruik. Hoi, ik ben Lisa en leuk dat je kijkt naar deze favoriete video van heel 2016. Ik heb alle likes en dislikes video van 2016 weer even bekeken. En heel veel dingen kwamen meerdere keren terug. En een aantal dingen die draag ik nu nog steeds of gebruik ik nu nog steeds. Dus dit zijn echt de toppers van 2016. Dus ga er lekker voor zitten, neem een kopje thee of koffie en een chocolaatje. En dan ga ik lekker beginnen. Mijn belichting is echt een stuk minder goed. En daar baal ik echt ontzettend van, want ik heb mijn lamp laten vallen, mijn softbox. Die staat altijd aan die kant, omdat hier komt het licht van het raam. En hier komt dan normaal van de softbox eigenlijk. Maar ja, die is nu kapot, waar ik heel erg van baal. Dit is een nieuwe onderweg, maar dat duurt gewoon heel even. Dus als het lijkt alsof ik mijn ogen op deze kant meer heb opgemaakt dan aan deze kant, kan kloppen, dat komt door het licht. Dus deze kant is gewoon wat donkerder. Het is allemaal wat donkerder en dat vind ik heel vervelend. Maar ja, dus even niks aan te doen. Ik ga snel beginnen met alle producten. En ik ga beginnen met de foundations. Ik heb er twee, een BB Cream en een foundation. En deze mix ik eigenlijk heel erg graag samen. Dat droeg ik ook op mijn bruiloft. En dit is de BB Cream van Maybelline. De Pure Dream Pure BB Cream. Deze vind ik heel erg fijn. Deze is ook al bijna op, want deze heb ik echt al heel lang. Een jaar, misschien wel langer zelfs. En de Bourjois Healthy Mix. En deze is vrij dekkend en vrij dik. En deze is dan wat luchtiger. En die combinatie vind ik heel erg mooi. De kleur vind ik heel erg mooi. Ik draag nu ook die combinatie. Dus dit is echt een top duo die ik heel graag gebruik. Mocht je wat meer willen lezen over bepaalde producten, ga dan even naar mijn website. Staat een linkje in de beschrijving op YouTube. Daar staan alle items die ik nu noem met een linkje. Dus dan kan je even doorklikken en dan kan je lekker op je gemak wat meer over een product lezen. Dan een product voor mijn wenkbrauwen. Dit is namelijk de Catrice Eyebrow Set. Met twee kleurtjes en ik mix die. Ik doe meer van de onderste dan van de bovenste. Dus ik doe 1, 2, 3 en dan twee keer in die. En dan doe ik mijn wenkbrauwen mee al een tijdje. Dit is mijn tweede doosje. En deze vind ik heel erg fijn. Mijn wenkbrauwen blijven mooi zitten. Het is echt een top product. Ook heel erg aanraden, want hij is ook heel erg betaalbaar. Dus ja, deze is ook echt heel erg fijn. Dan een geweldige mascara. Namelijk de Glam & Doll Volume Mascara in waterproof. Ik heb de blauwe al een aantal keer laten zien. Dus het is een waterproof versie. Vind ik super fijn. Alleen het afhalen is wat lastig. Dus ik heb ook de niet waterproof versie. En die gaat er gewoon gemakkelijker af. En ik combineer deze heel vaak. Maar omdat ik deze vooral veel heb laten zien in favoriete video's. Is deze favoriet. En vergeet niet te abonneren, want binnenkort heb ik een winactie. Heb ik een leuk pakketje samengesteld waar onder andere deze in zit. Verklap ik alvast. Dus mocht je die willen winnen, abonneer dan. Want dan zie je de video waarin ik dat aankondig in je beginscherm of in je abonnementenbox verschijnen. Maar deze mascara is heel erg fijn. Hij geeft mijn wimpers volume en lengte. En ja, ik vind hem heel erg fijn. Wederom draag ik deze ook weer vandaag. Dan een oogschaduwbasis. Namelijk de Urban Decay Primer Potion. Die heb ik gekocht. Dit is de mini verpakking. Omdat ik dacht, ja, oogschaduwbasis gaat nooit op. Dus ik koop gewoon de kleine. En deze vind ik heel erg fijn. Hij doet me wel een beetje denken aan die van Catrice. Een beetje dezelfde substantie. En mijn oogschaduw blijft gewoon goed zitten, mooi zitten. Ik moet er wel bij zeggen dat ik nooit echt last heb van oogschaduw die gaat creasen. Bijvoorbeeld van vette oogleden of zo. Dus hoe goed die werkt bij vette oogleden of oogleden die ja vaak de oogschaduw ophoopt, weet ik dan niet. Maar ik vind hem in ieder geval heel erg fijn werken. Hij is lekker romig en dat vind ik heel erg fijn. Dus deze is ook echt een topper. Dan om oogschaduw aan te brengen heb ik een aantal Booty Shop kwasten die echt favoriet zijn. Ik heb er meer gereviewd, maar dit zijn echt de favorieten die ik echt redelijk vaak gebruik. Deze gebruik ik in ieder geval dagelijks. Dit is namelijk de Brow Liner. Die hebben ze niet meer bij Booty Shop, maar wel een soort gelijke. Maar deze vind ik heel erg fijn. Kan ik goed strak mijn wenkbrauwen mee tekenen. De haartjes zijn stevig, dus dit is ook echt een heel fijn kwastje. Dan heb ik ook de Small Crease Brush. En dit zijn hele stijve en harde haartjes. Dus daar zet ik graag de donkerste kleur aan in mijn buitenste ooghoek, zeg maar. Vind ik heel erg fijn. Werkt precies. En dat, ja, dat is wat ik wil als ik die donkerste kleur aanbreng. En dan heb ik ook de Soft Blender. Dit is dus een vrij stevige en stugge blending kwast. En daar doe ik vaak de basiskleur mee. Dus de eerste kleur in mijn kaderboog, zodat ik de rest goed kan blenden. Want hij is best wel stug. Dus echt mooi blenden doet hij niet. Maar hij brengt wel goed een kleurtje aan. En werkt daarvoor heel erg fijn, vind ik. En dan echt een hele goede blending kwast. Namelijk, dit is namelijk de Small Blending. En deze is wel heel erg zacht. Niet zo stroef als die andere. Dus daar blend ik heel graag mijn ooglook mee. En daar vind ik hem echt heel erg fijn voor. Dus de Booty Shop kwasten heb ik ontdekt dit jaar. En vind ik ook echt heel erg fijn. Dus niet alleen de rosé gouden lijn, maar ook dus de, ja,
de zwart-zilveren lijn. Die hebben vast een naam, maar die weet ik even niet. Dan heb ik 4 oogschaduwpaletten. Dus ik kon gewoon niet kiezen. Ik dacht, 4 is dat niet te veel voor deze favoriete video. Maar eigenlijk heb ik alle 4 deze paletten heel veel gebruikt dit jaar. Een aantal ervan ook mijn bruiloft. Ik weet even niet zeker meer welke. Maar daarvoor kan je ook even de video natuurlijk even kijken van mijn bruidsmake-up. Als eerst een budget palet. Namelijk de I Heart Makeup Naked Chocolate. En dit is het witte chocoladepalet. Ik vind de kleuren heel erg mooi. Mooie nude tinten. Mooie matte tinten, maar ook glanzende tinten. Mooie highlighters, maar ook gewoon echt knallende highlights met heel veel glitters. En ook met gewoon een mooi glansje. Ja, ik vind het heel erg mooi. Ik kan hier hele mooie looks mee maken. Ze werken fijn. Ja, dit is echt een beetje topper als je het mij vraagt. Er zijn ook meerdere varianten van het chocolate palet. Maar ik vind deze het meest neutraal en het meest draagbaar voor elke dag, zeg maar. Dus hier ben ik ook heel erg blij mee. Ik krijg altijd een beetje zin in chocola als ik deze gebruik. Dan mijn Naked palet. Dus het begon met het Naked 3 palet. En toen was ik eigenlijk verkocht. Dit is een palet met allemaal roze tinten. Deze paletten zijn best wel duur, zeg ik er meteen bij. Maar ik vind wel dat ze het geld waard zijn als je van make-up houdt. Sommige mensen denken echt, wat? Zoveel geld voor een palet? Ben je gek of zo? Maar ja, ik ben natuurlijk een beautyliefhebber. Dus voor mij is het sowieso het geld waard. Deze is heel mooi. Kan je hele mooie nude roze ooglooks mee maken. Ja, ik vind het gewoon heel erg mooi. En toen ik eenmaal het Naked 3 paletten had, wilde ik eigenlijk ook heel erg graag het Naked 2 palet. Dus die heb ik ook besteld. En deze heeft wat meer bruin tinten. En een beetje koper, wat ik ook altijd heel erg mooi vind. Dus dit is meer ook de bruin tinten. Waar in de Naked 3 meer roze is, is deze meer bruin. En deze gebruik ik ook heel erg vaak. Mooie glanzende kleurtjes, mooie matte kleurtjes. En ja, ik vind het echt heel erg mooi. En dan deze hunk. Dit is de Meet Matte Trimini. En dit is een heel mooi palet met allemaal, zoals de naam al zegt, matte kleurtjes. Van beige, roze, bruin, paars, zwart. Dus je kan hier ook alle kanten mee op. Ik vind deze heel erg fijn om ook in combinatie te gebruiken met wat glanzende kleurtjes. Omdat ik dat ook heel erg mooi vind. Maar ook los van elkaar. Of met elkaar, zeg maar. Met dit palet alleen kan je een mooie look maken. Ja, dit palet gebruik ik heel erg vaak. Mooi als basiskleur of als, of als hele ooglook. Ik ben er gewoon fan van. Er zit een grote spiegel in. En ook deze is heel erg duur. Maar ook deze is het geld waard. En ik vind het vooral heel erg leuk om deze 4 te combineren met elkaar. Dat heb ik vandaag ook gedaan. Vandaag draag ik Meet Matte en het Naked 2 palet in combinatie met elkaar. Maar ik vind het ook leuk om ze alle 4 te combineren of een aantal te combineren. Dus ja, dit zijn echt toppers. Dan heb ik een highlighter. Dit is MAC Lightscapade. En deze droeg ik ook op mijn bruiloft. Heel veel favorieten komen terug die ik op mijn bruiloft droeg. Omdat die, ja, daar heb ik natuurlijk alle dingen gedragen die ik geweldig vind. Maar ja, dit is in ieder geval een hele mooie, coole highlighter. Die draag ik van, ja, vandaag ook. En ik vind deze heel erg mooi, heel erg cool. De glans is heel mooi, heel subtiel. En dit past eigenlijk overal bij. Dus dit is ook echt een toppertje. En dan heb ik het Strobe Palet van NYX. NYX. En deze is heel erg mooi. En ik moet eigenlijk toegeven dat ik niet alle kleurtjes veel gebruik. Maar vooral deze 2 gebruik ik heel erg vaak. Omdat ik die gewoon het meest neutraal vind, het meest mooi. Die glans is super mooi. Echt een glans, dus geen grove glitter die echt knalt van je wangen. Wat ik heel erg mooi vind. Die heb ik in de vorige video's wel veel gedragen ook. Dus die kan je even terugkijken. Dit is ook echt een hele mooie. En ik denk dat voor iedere huid zit hier wel een kleurtje bij. Wat ik ook heel erg leuk vind. Dus ben je heel licht. Nou, lichter dan mij kan bijna niet. Maar dan is bijvoorbeeld, die paars heel erg mooi. En ben je wat, heb je een wat donkere huidskleur, is die bijvoorbeeld heel erg mooi. Dus ik denk dat voor iedere huidtype, huidskleur wel een mooie highlighter bij zit. Dus dit is ook echt een hele mooie. Dan de Nivea Aftershave Balm. En dit is een aftershave balm, zoals de naam al zegt. Maar deze gebruik ik als primer. Maar dit is echt een hele fijne primer. Ik merk echt verschil als ik die onder mijn make-up draag. Dat aan het eind van de dag gewoon nog wat mooier zit. En zeker als ik dan ook nog een finishing spray gebruik. Zit mijn make-up de hele dag flawless. Maar deze doet sowieso al heel veel werk. Wat ik echt heel fijn vind. Dan heb ik ook mijn huidverzorging aangepakt dit jaar. Ik ben op de werkwijze van Jetske Ulté mijn huidverzorging, mijn gezichtsverzorging gaan aanpassen. Dus zonder alcohol en zonder allemaal troep die zij dan afraadt. Daar ben ik dus mee aan de slag gegaan. En dat werkt voor mij super goed. Mijn huid ziet er heel erg mooi uit. Ik heb af en toe wel een puistje, maar niet zoals voorheen. Dat ik echt helemaal onder zat. Dus daar ben ik echt heel erg blij mee. En dit zijn eigenlijk de 3 producten die ik daar voornamelijk voor gebruik. In de ochtend gebruik ik de Olaus Total Effect 7-in-1 parfumvrije dagcreme. Die vind ik heel erg fijn. Hij heeft ook een hele lichte exfoliërende werking, wat ik heel erg fijn vind. En mijn huid wordt er zacht van. En ik krijg er dus geen puistjes van. Deze is ook heel erg fijn. En eigenlijk koop ik deze altijd in de aanbieding.
Want Olaz is altijd wel ergens in de aanbieding. In de ochtend was ik mijn gezicht met een neutraal face wash. Deze is dus ook geen parfum enzovoort enzovoort. Nee, natuurlijk heel erg fijn. Lekker schuimend en in de ochtend heb ik geen make-up meer op. Maar haalt nog wel even die laatste viesgeitjes van mijn gezicht af. Het enige nadeel vind ik dat het pompje het soms niet doet. Dan doet hij het wel, dan doet hij het weer niet. Vind ik gewoon heel irritant, als ik heel eerlijk ben. Maar verder is het echt een topproduct. Verder niet heel boeiend, omdat er natuurlijk geen geurtjes en geen dingetjes in zitten. Maar hij doet gewoon goed zijn werk en dat is wat ik heel fijn vind. En dan de nachtcreme. Dit is de Decubal Face Gezichtscreme Vitaal. Dus ook parfumvrij, bla bla bla, alles vrij. En deze is heel vet. De eerste keer dat ik hem opdeed dacht ik ook, wow, dit is echt way too vet. Hier krijg ik echt puistjes van. Maar totaal niet. Hij trekt heel snel in, heel lekker in. En de volgende ochtend is mijn huid lekker zacht en lekker gevoed. Dus deze vind ik echt ook super fijn. Had ik niet gedacht. De eerste keer dat ik hem opdeed dacht ik, dit wordt niks. Maar dit is echt al de derde of de vierde flacon die ik heb. Dus dat zegt wel wat. En dan heb ik een aantal favorieten van de Body Shop. Als eerste het parfum. En deze heb ik vooral in het najaar gedragen. Dus in het begin van 2016 en nu weer aan het eind van 2016. Dit is namelijk de Blask Musk Eau de Parfum van de Body Shop. Deze vind ik echt heerlijk. Ruikt super lekker. Als ik deze draag krijg ik ook heel veel complimentjes over. Hij is echt, ja, ik ben heel slecht in geuren omschrijven. Maar hij is echt warm. En ja, oh, ik vind het echt heel erg lekker. En hij blijft ook goed hangen. Dus dit is echt een aanrader. Super fijn. Alleen kan ik niet zien hoe ver hij op is. Dus ik ben elke keer als ik spuit bang dat hij opgaat. Dat ik denk, doet hij het nog? Hij doet het nog. Omdat ik hem al best wel lang heb. Maar ik heb echt geen idee hoeveel er nog in zit. En dan de beste geur ooit van dit jaar. Namelijk de British Rose Line van de Body Shop. Dit droeg ik op mijn bruiloft. Ik had de douchegel gebruikt. De body butter een beetje opgesmeerd. En het parfum had ik opgedaan. En ik rook de hele dag super lekker. Deze geur is geen standaard roosgeur. Dat zeg ik al heel vaak, want rozengeur kan heel vaak muf ruiken. Een beetje toiletverfrisachtig. Maar dit is een hele frisse, bloemige geur. Met heel in de verte, achter in je neus, zeg maar, ruik je dan ook een beetje die roos. Wat ik echt toch stiekem heel lekker vind. Ondanks dat ik niet een roosfan ben. Het is een hele lekkere frisse geur. En perfect eigenlijk voor een trouwdag, vond ik zo. Lekker fris, lekker fruitig, lekker... Ja, ik weet niet, heb je zo'n witte jurk aan en zo. Nou ja, goed. Ik vind het heel erg lekker. De douchegel hoort er ook bij, maar die is op, helaas. Die ga ik vast nog wel opnieuw kopen. Maar de body butter is heel erg lekker. En de parfum is heel erg lekker. Ik heb ook nog... Ja, dit is gewoon ook heeft ook gewoon een sentimentele waarde nu voor mij. Dus dat maakt het extra lekker. Maar je moet deze echt eens gaan ruiken bij de Body Shop. Dan gaan we verder naar de sieraden. En als eerste de oorbellen die ik in heb. Deze heb ik via ASOS gekocht. Dit zijn drie hoekjes met een soort kettingje eraan. Wat ik echt heel erg leuk vind. Deze draag ik denk ik het meest van al mijn oorbellen. In 2016 heb ik natuurlijk mijn extra gaatjes laten schieten. Deze twee en deze ene. Dus ik heb drie extra gaatjes laten schieten. Dat is ook eigenlijk een favoriet. Daar ben ik heel erg blij mee dat ik dat heb gedaan. Ik vind het heel erg leuk staan en ik vind nu ze allemaal geheeld zijn ook leuk om daar lekker mee te spelen. De tweede knopjes komen van Topshop. Die heb ik niet genoemd in favoriete video's, maar die zijn ook eigenlijk favoriet. En die derde die ik nu draag komt van Hema. Dus dan weet je dat even. En ook wat ik hele fijne oorbellen vind, of hele mooie oorbellen vind, zijn deze. Dit zijn die ringetjes met die maantjes eraan. Dat vind ik heel erg leuk staan bij bepaalde outfits. En ja, het zijn gewoon maantjes, kleine maantjes in je oren. Hoe leuk is dat? Ja, ik word hier echt heel erg blij van. Beide oorbellen zijn ook sterling zilver. Dus er zit er een... Volgens mij is dat er een laagje zilver overheen zit. Dus mocht je niet tegen nep zilver kunnen, maar alleen tegen echt zilver. Misschien dat je hier dan tegen kan. Ik weet het eigenlijk niet. Slecht verhaal. Ik vind ze in ieder geval heel erg mooi. En dan ook chokers. Dat was echt een favoriet dit jaar. Het werd helemaal hot. En ik ging lekker mee in die trend. En ik vond het leuk. En ik vond het fijn. En ik heb drie chokers nu uitgekozen die ik het meest heb gedragen. Als eerst deze. Dit is die choker van Shizzy met het sterretje eraan. Die ken je vast wel als je mijn video's kijkt. Vind ik heel erg leuk. Vooral het sterretje vind ik heel erg leuk. Omdat het toch een beetje stoer. En toch ook weer niet. Ik weet niet. Een sterretje vind ik altijd gewoon heel erg leuk. Net als die maantjes. Hoe leuk is dat? Als je een klein sterretje of een klein maantje aan je lichaam hebt hangen. Nou ja, oké. Okay. Deze vind ik dus heel erg leuk. Ja, wat moet ik over zeggen? Geweldig. En dan eentje van Primark. Dit is zo'n velvet choker. Die is niet heel breed, wat ik wel fijn vind. En deze staat gewoon heel erg leuk. En net wat stoerder. Bij bijvoorbeeld een trui vind ik dit heel erg leuk. Vanwege de, ja, het zachte materiaal. Het enige nadeel is, vind ik, dat ze een beetje draaien. En dat dan het slotje hier zit. Maar ja, daar is niks aan te doen. Ja, deze vind ik ook heel erg mooi. En heel erg leuk. En ook deze vind ik heel erg leuk. Deze komt ook van Shizzy. En die draag ik dan zo om mijn nek. En dan met een knoopje zo onderaan. Dus dat is meer wat speels. En dan heb je ook wat laars. Dan heb je hoog een touw. En dan ook naar beneden wat meer. Wat ik echt super leuk vind. Dus ja, ik ben... Ja,
Hier ook heel erg fan van. Dan gaan we verder naar de fashion favorieten. Woep woep. En het zijn echt een heleboel leuke. Dat ik dacht, oh ja, dit heb ik echt veel gedragen dit jaar. Dus dat ben ik heel erg, ja, vind ik gewoon heel erg leuk. Ik begin meteen met deze die bovenop ligt. Dit is namelijk mijn tuinjurkje. Deze kocht ik bij Forever 21. Droeg ik op mijn verjaardag volgens mij. Ja, ja. En daarna en daarvoor ook nog heel erg vaak. Ik vind hem heel erg leuk. Mooi denim. En dit is leuk te combineren met een blouseje eronder. Of een kooltruitje eronder. Of een dikke trui. Maar dan moet je wel uitkijken dat je niet een beetje, ja, dat het niet lomp staat of zo. Maar ik vind deze echt heel erg leuk. En ik moet hem weer vaker gaan dragen. Ik was hem eigenlijk stiekem een beetje vergeten. Maar nu zag ik hem weer en dacht ik, oh ja, deze heb ik ook nog. Dus die ga ik binnenkort weer wat meer dragen. Dus deze vind ik ook heel erg leuk. En dan de ontdekking van de eeuw. Niet van het jaar, maar van de eeuw. Dat zijn de broeken van ASOS. En op dit moment kan ik er maar één laten zien. Omdat al die andere broeken in de was zitten. En dat zegt bij mij altijd wel dat het favoriet zit zijn. Als ik ze niet kan laten zien, omdat ze in de was zitten. Dat betekent dat ik ze draag, was, draag, was, draag, was, draag, was, draag, was. Zo gaat het dan een beetje bij mij. Maar deze kan ik nog wel laten zien. Omdat ik die gisteren heb aangehad en die hoeft eigenlijk nog niet in de was. Dit is een jeans in het zwart. En hij wordt al een beetje wat minder. Dat zeg maar dat zwarte wat grijziger wordt. Maar goed, dat maakt niet uit. En dit is lengtemaat 38. Ik wist niet dat het bestond, maar het bestaat en ik vind het geweldig. Ik heb lengtemaat, ja, 38 denk ik. Ik ben heel erg lang, 1,86. Dus voor mij zijn broeken vaak te kort. Maar bij ASOS heb je dus een speciale lijn voor lange mensen. En vanaf nu koop ik daar al mijn broeken, want het is echt geweldig. Ik heb een grijze van New Look en een jeans en nog een jeans dragging-achtige. Dus ja, ik vind het echt geweldig. Dus mocht je ook lang zijn, ASOS is the place to be. En van diezelfde lijn heb ik ook een tuinbroek. En deze was in het voorjaar, toen ik hem net had, was hij favoriet, maar ook nu nog. Omdat ik het in het voorjaar leuk vind om met een t-shirtje te dragen bijvoorbeeld. Maar in het najaar is het ook wel leuk om dat met een lange mouwen t-shirt te dragen of een trui eronder. Dus die blijft favoriet. Dus deze zwarte tuinbroek die ik ook in de tall afdeling van ASOS kocht. Ja, ik kan er niks anders aan doen. En ik vind hem gewoon heel erg leuk staan. En ik heb hem veel gedragen. En ik wil hem nog veel meer dragen. En dit, ja, deze heb ik ook zo vaak genoemd in favoriete video's. Dat ik dacht, alweer die tuinbroek. Deze moet echt een plekje krijgen. Dus ik ben echt zo blij. En dan nog een favoriet die ook vaak terugkwam. Dat zijn kooltruitjes. Dat is nu ook helemaal hot. Kooltruitjes vind ik dus leuk onder een tuinjurkje of een tuinbroekje. Kijk. Het is toch leuk. Dan heb je een leuk kooltje en doe je er wat leuks bij. Deze is van de H&M die ik heel erg leuk vind. En deze is van, weet ik eigenlijk niet waar die van is, joh. Ook van ASOS. Dat is denk ik mijn favoriete winkel. Of ook van ASOS dus. Maar deze is dus een beetje bordeaux rood. Die past heel leuk bij mijn rode broekschoenen. Brook, ik weet nooit of ik het goed uitspreek. Maar van die herenschoentjes, die heb ik ook in deze kleur. Vind ik dan heel erg leuk. Ja, kooltrui, ja, gewoon de bom. Het is gewoon echt geweldig. Ik kan er niks anders van maken. Zo, en dit was het. Ik hoop dat je het leuk vond om te zien wat mijn favoriete items van dit jaar waren. Laat in de reactie achter wat jouw favoriete dingen van het jaar waren. Doe een duimpje omhoog en vergeet niet te abonneren voor de winactie. En dan zie ik je de volgende keer weer. Doeg!